Hallo allemaal, welkom in de SAE Studios in Amsterdam voor weer een Slaggerkrant video review. Vandaag bekijken we de Sakai Almighty Birch. Voor wie het verhaal van Sakai niet kent, Sakai was vroeger de fabrikant van Yamaha drums. Dat hebben ze 45 jaar lang gedaan. Maar Yamaha besloot een paar jaar geleden om de fabricage van hun trommels naar China te verhuizen. Sakai is op eigen houtje verder gegaan en maakte sinds een paar jaar dus echt high-end mooie trommels. De Almighty Birch is een bijzondere set, want het is eigenlijk niets minder dan de Yamaha Recording Custom in een nieuw jasje. Als je hem van dichtbij bekijkt, dan zie je dat ook wel duidelijk, want ondanks de karakteristieke eigen Sakai hardware, zie je toch aan de ketels wel heel duidelijk dat er een behoorlijke Yamaha invloed in zit. De testset bestaat uit 10x7, 12 inch bij 8 inch toms, 16x16 floor tom, 14 inch bij 18 inch bass drum en een 14 inch bij 6,5 inch snare drum. De ketels zijn zoals gezegd gemaakt van Japans berkenhout. Toms zijn 6 laags, floor tom 7 laags, bass drum zijn 8 laags. We gaan de trommelsjes stuk voor stuk even laten horen. We beginnen met de toms. Sakai heeft op de Almighty Birch een eigen geïsoleerd ophangsysteem. Het zit aan de onderkant van de ketel en dat oogt misschien wat eigenaardig, maar als je het eenmaal gebruikt, dan blijkt dat je er eigenlijk een stuk beter bij kan dan wanneer het aan de bovenkant zit. Het zit namelijk minder in de weg. Deze metalen strip zit met 3 boutjes aan de spanbokken vast. 3 hier, 3 daar. Dat hangt heel stabiel. En je hoorde het zelf, ja, het isoleert ook prima. Andere opvallende details is de luchtgaten in de bassdrum. Het zijn er 4, vrij grote zelfs. Hier zit er 1, andere kant 1 en aan de onderkant ook nog 2. Die zorgen dat je zelfs met een dicht voorvel toch nog redelijk wat van je lucht en je energie kwijtraakt. En dat maakt dat die bassdrum net even wat makkelijker te bespelen wordt. Sakai heeft een van de allersoepelste snare drum mechanieken die momenteel op de markt zijn. Heel simpel, met een mooie klaphendel. Zo af. Knop is stroef, maar goed verstelbaar. En omdat hij zo stroef is, loopt hij niet heel snel terug. En een hele mooie actie weer omhoog. Hoewel Sakai zelf de naam Recording Custom nergens gebruikt, ja, is de link toch wel overduidelijk. Bijvoorbeeld als je naar de binnenkant van de ketel kijkt, die mooi is meegebijtst, net zoals bij de originele Recording Custom. Met het vel eraf zie je ook hoe ontzettend netjes de draagrand is afgewerkt. Vlijmscherp en spiegelglad. Helemaal goed.